Als je zo nu en dan door Nijmegen rijdt, is het je vast al eens opgevallen dat er momenteel flink wordt gewerkt aan het gebied rondom treinstation Goffert. De werkzaamheden zijn onderdeel van het vernieuwde gebied Winkelsteeg, een gebied waar in de toekomst gewerkt, gewoond en ontmoet wordt. Om alle plannen goed uit te kunnen voeren, moeten er wat aanpassingen plaatsvinden aan de wegen in de omgeving. Vanochtend werd het symbolische startschot gegeven voor deze grootschalige werkzaamheden. Om ruimte te maken voor de woningen die er gaan komen in het gebied Winkelsteeg, worden de wegen nu verlegd zodat er straks genoeg ruimte is om te bouwen. Door de werkzaamheden gaat het nog flink wat maanden duren voordat er weer automobilisten zonder om te rijden zich door het gebied kunnen bewegen. Op 1 november zullen hier weer auto's gewoon ook over dit stuk waar we nu op staan kunnen rijden. Dus soms is het even net een andere route, maar uiteindelijk gaat het erom dat we hier heel snel weer nieuwe wegen hebben liggen. Het opleveren van alle bouwprojecten omtrent het gebied Winkelsteeg is dan echter nog niet af. Het volledige bouwproces gaat volgens gemeente Nijmegen zo'n 10 jaar duren. De wegligging heeft momenteel de prioriteit, zodat deelnemers aan het verkeer ook kunnen wennen aan nieuwe routes. Het is vooral het stuk hier waar we staan, dus langs de velden ook van Kwik en bij het Bastion Hotel. Dat wordt allemaal naar één kant gebracht, dus tegen de voetbalvelden aan. Daardoor hebben we dan aan de andere kant ruimte voor rustige fietsenstraat. En meer aan het gebied richting de brug naar het kanaal gaan we het ook samenvoegen, zodat we daar een heel stuk hebben om echt op te gaan bouwen, om woningen op te zetten. De hoop is dat Winkelsteeg een groen en fijn gebied wordt waar mensen dicht bij voorzieningen zijn. Qua mobiliteit is het ook fijn dat bewoners dicht bij het treinstation Goffert zullen zitten. Dat niet iedereen meer de auto recht voor de deur heeft staan, maar keuzes kan maken om snel ook met de fiets, met het OV naar bestemming te komen. Meer woningen hoeft dus niet automatisch meer autoverkeer te betekenen. Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om het laten staan van de auto te promoten onder toekomstige bewoners in Winkelsteeg. Dat gaat heel belangrijk worden, want we zijn in de hele stad zo aan het groeien dat we niet die groei ook van auto's erbij kunnen hebben, want dan loopt het helemaal vast. En daarom gaan we mensen hier vragen om ook andere keuzes te maken en daar goed over na te denken. En dan kunnen we zoveel woningen bouwen. Als we dat goed organiseren, dat mensen ook de alternatieven hier direct kunnen vinden.